En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Kijk naar de situatie in Israël. Slecht. Heftig. Heftig. Maar de politiek, nou, daar weet ik heel weinig van. Ik bekijk het journaal en ik vind het allemaal heel erg. Maar ik zit op zo'n afstand en ik ben zo oud dat ik me er niet meer te veel in wil verdiepen. Oh, dat vind ik vreselijk. Niet goed. Hoe kijk ik naar de situatie in Israël? Ja, met argusogen. Ook daar heb ik niet echt een mening over, eigenlijk. Dat wij als Nederland ons moeten gaan mengen in deze oorlog? Nee, niet direct. Maar wel dat je steun geeft aan Israël. Eigenlijk niet. Ja, dat vind ik heel erg lastig. Ik denk dat ze daar onderling er eerst maar eens uit moeten komen. Ja, we kunnen hulp geven, zover nodig is. Maar ja, ik vind het moeilijk. Denkt u dat we überhaupt iets zouden kunnen betekenen daar? Zorgen dat er hulp komt voor de mensen die in Palestina omgekomen zijn, maar ook in Israël. Maar ja, goed, daar is wel hulp natuurlijk, maar zeker voor de mensen in Palestina. Dan wel, natuurlijk voor de slachtoffers wel, dat moet wel, ja. Maar niet voor de oorlog. Bent u bang dat we hier ook last van gaan krijgen van de oorlog? Hier in Nederland, nou, denk ik niet zo heel erg. Alleen kan het hier en daar natuurlijk wel tot wrijvingen leiden. En hoorde ik vanmorgen ook dat er kinderen gepest worden op school omdat ze Jood zijn. Nou, dat soort taferelen zul je wel krijgen en dat is vreselijk. Dat hoop ik niet. Want we hebben soms wel eens tegen elkaar van waar moeten we naartoe? We hebben geen schuilkelders meer als dit ons gaat overkomen. Nou, ik denk het niet. Want we komen er dan denk ik nooit vanaf. Het blijft al jaren dat het daar onrustig is. Dus daar moet je niet te veel je mee bemoeien, denk ik. Denkt u dat we überhaupt iets kunnen betekenen daar? Nee, laat ze de eigen mensen hier maar helpen. Dat vind ik veel belangrijker. Ja, dat weet ik niet. Dat hebben we niet in de hand. Dus ja, de situatie in Israël is natuurlijk al decennia lang zo. Dus ja, om nou heel duidelijk partij te kiezen, dat weet ik ook niet of dat verstandig is.